Welkom hier in de Schrijerstoren, ook achterin. Het is een kleine locatie, het is een grote presentatie, dat kunnen we eigenlijk zeggen. We zijn ongelooflijk blij en trots als Stage Entertainment dat we Siske weer op de planken gaan brengen. Aan de ene kant was het de traditie om eigenlijk te kijken of we familietitels eens in de zoveel jaar terug kunnen brengen. Nou, dan hebben we het over The Sound of Music, over Annie. En eigenlijk past Siske gewoon in dat rijtje. Siske is toch een beetje onze Annie, is onze Oliver. Is dat oer-Nederlandse verhaal van een kind dat kansarm lijkt, maar uiteindelijk gewoon door liefde overwint. We gaan vanmiddag aan jullie voorstellen de spelers die er zijn. We laten de creatives eventjes zien. We laten Paul Enens uitgebreid aan het woord over waarom hij deze nieuwe versie van Siske op de planken brengt. Want knip plak, daar houden wij niet van bij Stage Entertainment. En ik ben echt ongelooflijk blij dat Danny de Munk de rol van Sis de Man weer gaat spelen. Wat toch een beetje het afscheid is van zijn levenswerk Siske. En de regisseur, de man die de eerdere versie groot gemaakt heeft en die ook weer de frisheid heeft en de open mind om het avontuur opnieuw aan te gaan, is Paul Enens. Goedemorgen. Middag. Ja, goedemiddag. Paul, wat is voor jou nou de kracht van het verhaal? Want je hebt er opnieuw naar gekeken. Wat is nou de kracht van Siske de Rat? Nou, ik denk de kracht, als je kijkt naar de musical, is dat Maurice en André heel veel mensen vergeten dat het een trilogie is. Heel veel mensen kennen alleen maar de eerste twee delen van de boeken van Piet Bakker. Maar er is een derde deel bij, Sis de Man. Dus je volgt kleine Siske die zijn verhaal beleeft. En je volgt de volwassen Sis die terugkijkt op dat verhaal en daar ook mee moet gaan dealen. En kijk, het theater is een levende kunstvorm. En ik vind zelf dat het werk van André Breedland en Henny Vriend het verdient om op repertoire te staan. En om eens in de zoveel jaar te doen. Maar ik zou niet trouw zijn aan mezelf als je niet opnieuw ernaar gaat kijken. De hartslag van Siske, die zal herkenbaar blijven, die zal voelbaar blijven. Maar we kijken met een bril van 2016 naar het materiaal. We kijken kritisch naar het materiaal, inhoudelijk. Het zal een nieuwe set worden. Het zal een nieuw gevoel geven op basis van het oude vertrouwde gevoel. Maar het wordt een nieuwe productie, ook dankzij een gloednieuwe cast. Nou, en we hebben nog wel meer verrassingen. In ieder geval, Danny de Munk! Dankjewel. Ja, we geven nou elkaar de hand, maar je hebt al gespoten op kantoor met champagne om het te ja, vieren. Ja, zeker. Want waarom zei je ja toen ik je vroeg? Want dat zei je redelijk snel eigenlijk. Nou, ik probeer het heel kort samen te vatten. Ik ben inmiddels nu 46. Ik heb een, ik ben een type die eigenlijk altijd naar voren kijkt, in de tijd nooit terug. Maar ja, dan word je met dit soort vragen word je eigenlijk met je neus op de feiten gedrukt. Het is inmiddels alweer 34 jaar geleden. En soms maak ik er nog wel eens even grapjes over. En een carrière die al heel divers is geweest. Maar ja, de basis was eigenlijk toch Siske de Rat. Ik was toen echt een straatschoffie. Geboren in de Staatsliedenbuurt, niet van rijke afkomst. Deed auditie in Krasnopolski. Film werd een groot succes. En ja, eigenlijk was dat de kern. En dat is natuurlijk nog niet de garantie om 34 jaar op het hoge niveau te mogen voetballen. Maar dan word je gevraagd. En dan denk je, ja, nou goed, ik ben nu 46 nogmaals. Het straatschoffie al is mijn lichaam wat ouder. Dat straatschoffie dat zit nog steeds in me. Ik ben nog steeds heel jeugdig, zeker in mijn hoofd. Dus ja, nee, eerlijk is eerlijk. Ja. En dus die afkomst heb ik nooit verlogend. En toen jij mij die vraag stelde van zou je het nog één keer willen doen, met in het achterhoofd dat dit ook echt de allerlaatste keer is, dat moet ik eerlijk zeggen in levende lijf. Ik kan het nog spelen. Ik ben er nog gelukkig. Mijn conditie is op den top, ik voel me gezond, dat is uniek. Ja. En daarom voel ik me ook zeer vereerd voor jou en Joop van Ende en Stage Entertainment deze nou ja, prachtige productie nog één keer, maar ook echt voor de laatste keer mag doen. Ja. Ik nogmaals. Het wordt heel bijzonder. En de nieuwe generatie staat te popelen. We hebben de Siske School, hè, dus we zijn echt kinderen aan het trainen, aan het coachen om dit aan te kunnen. Niet alleen Siske spelen, maar ook de klasgenoten van Siske. Die zijn we nog steeds aan het zoeken. Daar zal ik straks meer over vertellen. Als jullie dat ook oproepen willen plaatsen, heel graag. Want we hebben door de arbeidswet veel kinderen nodig. En zo'n arbeidswet is verstandig hoor. Laten we dat eventjes benadrukken. Maar het jongetje met wie je nu gaat optreden, is niet dat ik zeg, en dit is dan Siske. Daar gaan we later op terugkomen. En dat weet hij zelf ook, dat hij niet hier achter in elkaar gestoord heeft. Wat hoor ik nu? Maar het is wel een enorm talent. Het is een jongen die te zien was in de film Bloed, Zweet en Tranen.
de Jonge Hazes. En het is een fantastisch wereld, echt. En groot talent. Een ster in de dop. Dus die hoor je gewoon met z'n tweeën te staan. En ze gaan voor u zingen dat, ja, hoe heet dat nu ook alweer? Verdomd alleen. Nooit gehoord. Nooit gehoord. Hier zijn Mathieu Hinze en Danny de Meung. Kom maar, Mathieu. Welkom. Hartelijk welkom. Dan ga ik toch allemaal de galeren. En nooit doe ik iets voor haar goed. Om liefde hoef ik ook al niet te vragen. Ja, schuld is alles en wat ze doet. En geen wonder dat mijn pa is gaan varen. Ik mocht niet mee, nou, ik was te klein. Ik moest het in mijn eentje klaren. En tot hij ooit weer terug zou zijn. Had ik maar iemand om van te houden. Belangrijk is in ieder geval dat, dat jullie ook oproepen doen voor die Siske School. We hebben veel kinderen nodig, we hebben veel talent nodig. En jullie kennen ons, er wordt goed begeleid, er wordt goed gecoacht. En dat staat de school niet in de weg. Dus heel graag, we laten. Nee, ik ben toch ook nog maar een kind. Ik kan het niet helemaal alleen. Misschien dat ik ooit het geluk nog vind. Maar dat is nog. We hebben gecast, we hebben een fantastisch ensemble en voor de mensen die thuis zijn in Musicaland zitten daar veel bekende mensen tussen. Maar ik concentreer me even op de hoofdrollen. Zag zo net al Ad Knippels. Heel bijzonder is ook dat Bas Keizer mee gaat doen. Een fantastische acteur die echt een beetje de ruwe bolster Blanke Pit is die als vader van Siske moet zijn. Een fantastische acteur waar we heel erg blij mee zijn. Vanochtend in de krant stond al Boris van der Ham. Een opvallende move die mee gaat doen in Siske de Rans. En die eigenlijk ervan droomde om in deze show te staan. Nou, wij zijn als stage opgericht om dromen uit te laten komen. Dus daar gaan we dan. Sophie Veldhuizen zit in de cast. Ellen Evers ben ik ongelooflijk blij mee dat zij erbij is. En Beziet Nijman. Echt een verrassende Tante Jans die overrompelde ons tijdens de audities. Kortom, ik denk dat we een hele mooie, lekkere, nieuwe Siske neer gaan zetten met nieuw talent. We hebben echt erop gelet dat we zoveel mogelijk echte nieuwe mensen in de show neer zouden zetten. Want het is al ingewikkeld genoeg voor het creatieve team die er zeer nauw bij betrokken zijn om het opnieuw te benaderen. Dat als je dan ook nog heel veel mensen hebt die de show al een keer eerder gedaan hebben, dan lijkt het een soort herhalingsoefening en dat willen wij met z'n allen niet. We willen een Siske anno 2016 maken. Een Siske die klaar is om zijn verhaal, ons verhaal van Nederland, te vertellen aan een nieuwe generatie. En de mensen die voor Annie in de rij stonden, mensen die voor de Sound of Music in de rij stonden, die staan er absoluut klaar voor om ook weer naar Siske toe te gaan. Die signalen krijgen we op dit moment al binnen. Ik maak iemand om van te houden. Twee
voelt uniek. En dan ga ik je uitleggen waarom. Ik heb natuurlijk vertolkt in 1982. Toen maakte ik de film. Ik kwam in 84 uit. En vanaf 82 gerekend is het al 34 jaar geleden. En als je dan wordt gevraagd om die rol af te sluiten. Ja, dat is uniek. Een levende lijf. En nogmaals, normaal zijn de mensen overleden. En dan staan ze, dan wordt er door een andere acteur wordt dan die rol gespeeld. De originele Siske in deze prachtige musical. Ja, dat maakt het uniek. Een gevoel van dankbaarheid en vereerd. Ik ben heel trots. Het bijzondere is, als je zit te casten, dan ben je per rol eigenlijk aan het kijken. Aan het eind valt alles als een puzzel in elkaar en dan zie je het. En als ik vandaag zie wie we hebben, wat voor fantastische mensen ervaren en nieuwe krachten uit Musicaland er zijn, denk ik, wauw, we hebben een topcast. Nou, weet je wat, er worden dingen veranderd. Het wordt weer sneller gemaakt, er komen nieuwe stukken bij, er gaan stukken af. De scènes worden anders. Dus het is niet dezelfde versie als in 2007. Ik denk dat het een goede zaak is. Musical is een vak waarin nieuwe producties en bekende producties elkaar afwisselen. Dat is op Broadway zo, dat is in Londen zo. Hè, laatst kwam Hello Dolly komt weer terug. Weet je, dat gebeurt nou eenmaal. Dus aan de ene kant willen we al steeds nieuwe producties op de planken brengen. En dat doen we ook. Aan de andere kant, ja, reprises brengen. En ja, Siske de Rat, hallo zeg. Dat is een Nederlands erfgoed. En die wil je gewoon nu op een nieuwe manier anno 2016 weer op de planken brengen. En niemand had voorzien in de jaren 80 dat het zo'n groot succes was, dat er 2,5 miljoen mensen naartoe zijn gekomen naar die film. Dat is, we zijn wel inherent aan elkaar verbonden. En daarom ben ik ook heel dankbaar dat ik hem nu mooi kan afsluiten. Kijk, Danny de Munk sluit zijn carrière nog niet af, maar wel die rol. Ja, definitief. Dus kom alle kijken, want het gebeurt nooit meer. Nou ja, we beginnen natuurlijk met een hele veilige korte periode. Maar en het is fantastisch in deze tijden als we heel veel publiek gaan trekken. En laten we hopen dat de mensen echt in de rij zijn en denken, oh, we moeten voorstellingen bijboeken. We gaan ervoor. Ik voel me zo verloofd. Ah.